Het is voor Winston Gerstanovic niet bepaald een gezellige maand. Zijn goede doel, Earth Today, is door het weekblad Quote ontmaskerd als een enorme winstmachine. Volgens Johan Derksen is hij een pseudo-oplichter, Joep van het Hek vindt hem een graaiende poenpatser en Albert Heijn heeft inmiddels met hem gebroken. Het valt voormalig SBS6-baas Tina Nijkamp op dat Winston niet te zien is in de nieuwe Koningsdag-reclame van de Postcode Loterij. En dat terwijl de ambassadeurs van de loterij hierin over elkaar heen struikelen. Gaston Starreveld, Caroline Tense, Martijn Krabbe, Quinty Trustful en Nicolette van Dam gaan in de reclame helemaal uit hun dak. Het zou Tina niets verbazen als er bewust voor gekozen is om Winston geen rol te geven in deze reclame. Postcode Loterij heeft nog geen officiële reactie gegeven op Winston en de winstdoelen van zijn goede doelenbedrijf. Hij zit in ieder geval niet in hun Koningsdag reclamespot. Opvallend wel. Nieuwe revue-columnist Leon Verdonschot vraagt zich af hoe de Postcode Loterij uiteindelijk gaat reageren. Ik ben benieuwd of we die toffe jongensgrijns van jou op posters met een gouden koffertje blijven zien, of dat de Postcode Loterijen en SBS'en van deze wereld besluiten dat je wellicht niet meer de meest geschikte posterboy voor goede doelen bent. Joep van het Hek heeft Winston inmiddels omgedoopt tot Winston.